Hallo, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe aflevering van de FC Afkikken voetbalquiz voor de Voedselbank Nederland-België. Altijd goed voor spektakel. Dat gaat vandaag net zo zijn, denk ik, met Milan tegen Guillaume. Oi, oi, oi. Dit is een krakertje van je welst, hoor. Ja, ik voel me toch wat extra terecht. Ja? Is dit misschien wel de belangrijkste wedstrijd uit je carrière, Milan, tot nu toe? Ja, nu mag ik eindelijk een keer mijn land vertegenwoordigen. Ja. Mijn droom komt uit, eigenlijk. Ja. Guillaume, komt nu weer die haat opborrelen jegens Nederland? Ik heb geen haat. Ik heb alleen maar liefde tegen Nederland. Ik ben de persoon, de enige persoon, denk ik, in België, die de Albert Heijn had vroeger altijd zo van die kleine beestjes, hè. Wuppies. Maar ik weet niet dat je dit nu opbiegt, Guillaume. Ik denk niet dat heel veel Nederlanders denken, oh, wat leuk. Nee, ja, ik had wel zo'n... Nee, het was iets anders. Het was een oranje musje of duifje. Ja, het was een woordspeling. Ja, maar het was niet Wuppie, het was iets anders. Ik ga er een keer over nadenken en waarschijnlijk valt het nog te binnen. Maar ik had zo'n beestje effectief. Dus, maar jij reed naar Nederland om deze dingen te halen? Nee, Albert Heijn bestaat ook in België, Niel. Oh. Ja. Nee, Niel, dat weet je toch wel. Kom op. Ik wist alleen dat er een Albert Heijn op Curaçao was. Ook één in Brussel. Ja, één in Brussel. Nee, Gent ook. Meerdere. Gent ook. Okay. Nou, goed. Ik weet het weer. Een Wilhelmusje. Dat was het. Oh ja. Ja. Spaarde jij die ook, Milan? Een Wilhelmusje. Nee. Ik spaarde Flippo's. Flippo's. Goed. we zijn beland bij de laatste 16. Goh, wat een spanning. 3 rondes. Eerste ronde voetbaltrivia, daarna spelerspaspoortjes en daarna een opstelling waar 5 namen ontbreken. Zijn jullie er klaar voor? Jo. Ja. Laten we beginnen met ronde nummer 1. Komt-ie. Vraag nummer 1. Robbie Fowler scoorde ooit een goal namens Liverpool en vierde dit door zogenaamd de zijlijn op te snuiven. Maar tegen welke club scoorde Fowler? Milan? Ja. Manchester United? Is niet goed. Guillaume, ja. Newcastle. Nee, het was natuurlijk beladen. En de meest beladen wedstrijd voor Liverpool is Everton. Ja. Ja. Ah ja. We hebben geen jokers, of wel? Jawel. Wil je die nu al inzetten? Okay. Nee. Nu niet meer. Nee. Milan was de eerste die me appte. Die moet je toch altijd in ronde 3 inzetten? Ja, dat lijkt me wel, maar goed. Goed. Ja. Vraag nummer 2. Waarom speelt Tony Villena met rug nummer 52 bij Krasnodar? Milan? Ja? Is dat de leeftijd van zijn moeder toen overleed? Heel goed. Ja, 1-0. Vraag nummer 3. Severin is de huidige voorzitter van UEFA. Wie volgt hij op? Guillaume. Ja, Guillaume. Het was... Ja, nu ben ik aan het twijfelen. Infantino. Is niet goed. Ah, kak. Milan Michel Platini. Ja, is goed. Ja, doe me. Infantino was maar secretaris-generaal, zeg. De woede... Guillaume is echt... Oh, nou, dat vind ik echt vervelend. Dat vind ik echt een grote part. Oké. Okay. Herpak jezelf. Vraag nummer 4. Op welk eiland is Cristiano Ronaldo geboren? Guillaume. Ja, Guillaume. Madeira. Ja, is goed. Die hatelijke 0 is ook in België van het bord. Laatste vraag van de eerste ronde. Van welke club is Dajuan Redan eigendom? Milan. Ja? Hertha BSC. Is goed. 3-1. Ronde 1 zit erop. Gaan we naar ronde nummer 2. Gaat iemand zijn joker inzetten? Milan heeft net tactisch gezegd dat je het beste paard voor de laatste ronde. Dus, Oké, okay, goed. Dus ik zet hem nu in. Nee, geen. Nee. Allebei nee, niet? Okay. Ik niet. Spelerspaspoortje nummer 1. Real Madrid, Monaco, Liverpool. Ja, dit is echt een heerlijke. Nee, dat kan niet. En is hij nog actief? Ja, hij is zeer zeker actief. Oh. Om het nog moeilijker te maken, hij stond 3 jaar hiervoor onder contract bij een Portugese club, maar speelde daarvoor nooit een minuut. Speelde 30 wedstrijden bij Real Madrid B, eentje voor het eerst van Real Madrid. Toen naar Monaco en toen naar Liverpool. Het wordt alleen maar makkelijker. Ja. Iemand gokken?
Ja, ik gok, maar dat is niet goed, want hij komt uit het land van Guillaume. Maar Origi? Nee, dat is niet goed. Guillaume, gok je? Nee, nee. Fabinho? Oh, ja, fuck. Dat is bijna synchroon een vak van België en Nederland. Heel mooi. Rio Ave, 3 jaar onder contract gestaan in Portugal, nooit gespeeld. Daarom wist ik het niet. Spelerspaspoortje nummer 2. Sirkinski Mostar, Inter Saprešić, Dynamo Zagreb. Tot een Guillaume. Luka Modric. Is goed. Volgende. Zenit Sint-Petersburg, Arsenal. Zenit Sint-Petersburg, Kuban Krasnodar, Kairat Almaty. Guillaume. Ja. Arshavin. Is goed. Volgende. Fenerbahçe, Antalyaspor, Istanbulspor, Başakşehir. Wat is dit nou, joh? Eskişehirspor. Maar jij verzint ook alle andere clubnamen. Nee, Istanbul, Başakşehir. Ik kan die naam nooit uitspreken. De club van Elia. Ja. Mag ik Jordi even bellen? Ja hoor, neem je tijd. Başakşehir. Başakşehir-i. Fenerbahçe, Antalyaspor, Istanbul, Başakşehir-i. Eskişehirspor. Centurk. Centurk, nee. Goed. Semi-Centurk. De laatste. Ah, dit is ook echt... ik maak ze niet, dat is het allermooiste. Maar goed, shout-out Maurits en Armin. Het laatste spelerspaspoortje. Xerix, Dos Hermanas, Mallorca, Recreativo Huelva, Barcelona B, Ciudad Murcia, Getafe, Mallorca, Fenerbahçe, Gertafe, Johor Darul Tasim, Cerro Porteño, Cadiz, Atletico San Luqueno. Wauw. Wat is dit, joh? Ja. Nee, daar ga ik nooit op komen. Ja, daar ga je ik ga het ook niet eens proberen. Ik boycott deze vraag. Hoezo? Ja. Als ik zeg Dani Guesa. Guesa. Dat is die spits die per ongeluk op het EK 2008 aanwezig was. Zeker. Oh, die. Ja. Goed. Spanning en sensatie, want we gaan naar ronde nummer 3 met een gelijkstand. Op... Nou, ik wil geen Joop in te zetten. Nee, ja, dat maakt eigenlijk dus niet uit. Tenzij ik Guillaume wel inzet, dan ben je natuurlijk wel een beetje de Sjaak. Zetten jullie hem allebei in? Ja, het best. Oké, okay, pen en papier, 1 tot en met 5 opschrijven. Guillaume kennende heeft hij het al gedaan. Nee, Guillaume? Oh. Jawel, jawel, ik ken het wel. Ja, dat wil ik net zeggen. Ideale schoonzoon ben je niet zomaar. Goed. Milan 1 tot en met 5 opgeschreven? Ja. Is toch wel een mooie. Toen Sevilla de Europa League won in 2015... verloorden de Andalusiërs slechts 1 duel. Dit duel vond plaats in de Kuip. Feyenoord won met 2-0 van het team van Unai Emery. Maar welke spelers ontbreken in opstelling van trainer Fred Rutte? Feyenoord tegen Sevilla. Ja. Dit was het dan, hè? Nee, kom maar. Oeh, ik vind deze ook moeilijk, hoor. Jezus Christus. Ik heb je nog nooit zo horen schelden, Guillaume. Goh, man. God, ik vind dit ook echt niet te doen. Mag dat in beeld blijven? Ja, natuurlijk. Ja. Appeltje eitje voor Milan. Nou. Kan mijn joker de vorige ronde moeten gebruiken, verdomme. Ja, ja. Dat is nu al de tweede keer dat ik een Nederlandse opstelling moet geven, Neil. Je bent toch zo fan van Nederland, Guillaume?
Ja, maar dat wil niet zeggen dat ik een alleskenner ben. Oké, okay, Milan, laat jij maar eerst even zien wat je hebt opgeschreven. Ja. Oei. 1. Karsdorp. 2. Wie is 2? Congolo? Congolo. 3. Ja. Immers. Ja. 4. Basisikoglu. 5. Ja. Toornstra. Oké. Okay. Nou, Guillaume, ik ben benieuwd wat jij hebt. Laat maar zien. Theo Lazaroms. Arie Haan. 1 Janmaat. 2 De Vrij. En dan 3 keer Bibena. Nee. Laten we de juiste even zien. 1 Boule Rouge. 2 Congolo. 3 Immers. 4 Boetius. En 5 Toornstra. Oh ja, Boetius. Ja. Je had er 3 goed, Milan. Dus dat wordt 9-3. Knap. Was dat een oprechte knap? Nee. Ik dacht, ik zit nu terug te denken. Als jij een opstelling moet doen van Club Brugge uit 2015, Milan, hoe ver kom je? Ja, nee, dan ga ik helemaal nat. Ja. Ja, ik denk dat Immers ook wel klopt dan. Ja, goed. Ja. Hey, Guillaume. Ja, we hadden wel een internationale opstelling kunnen doen eigenlijk. Hè? Maar dat is ook een beetje gekund, inderdaad. Als we een professionele organisatie hadden gehad, dan was dat misschien een verbeterpuntje voor de agenda voor maandag. Guillaume, bedankt voor het meespelen. Dank je wel voor je donatie. Je bent heel ver gekomen. En laten we wel eerlijk zijn. Ja, verrassend. Hè? Je had ook helemaal geen tijd gehad voor een plek in de kwartfinale met die kleine nu. Nee, dat is onmogelijk. Je hebt heel goed die opstelling. Ik moet nu al stilhouden met mijn voeten eigenlijk. Heel goed die opstelling laten lopen, Guillaume. Heel netjes. Milan, gefeliciteerd. Klasse. Jij bent door naar de kwartfinale. Yes. Kijken of. Nee, er zitten geen internationale tegenstanders meer in. Nee, dat denk ik niet. Maar op naar de titel, nee. Milan. Dank je wel, in ieder geval. Ja, zeker. Jullie bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, graag tot de volgende.